5, 6. Nooit, ik kan je ons nog nooit zo vroeg in de ochtend naar omziening toe deurzit nie. Na gestraanse dinge slaap, hy is een beetje uit. Hoe sê? O, jene nie, doe me nie ook. Voet toch, hy is een lang slaap. Is dit koeitje wat op sy rondes uit is? Ja. Goed, bye. Hallo, wat gaat wortel draai? Ik sê mos ja. Wat gaat wortel draai? Waar vandaan? Johannesburg. Die zondag nies. Jessie. Je trek je nou dat ik my dinge sien, hè? Vraggies. Maar as jy nou eers hoor wat alles hier gebeur het, dan sê jy meer respect hebben wat gaat wortel draai. Ik bedoel nou, omsiening van wijk bijvoorbeeld. Hij was mos burgemeester geweest eers. Ach ja, wat hij is maar van die Van Wyks van hier rond van die kontry. Hulle is op veil mos hier bij ons. Iets soos 25 jaar lang was hij in die stoel geweest. En dan onze dominee. Dominee Dooie weer. Hij het zo graag bij mij orgelklasse geneem, weet jy. Smidda na die centrale toe maar. En dan natuurlijk Koekie Emmer. Emmer zei ik ja. Ach, sy van was eindelijk Lemmer. Sy opa Grootjie het ons dorp aangeleid. Net mooi 100 jaar geleden. Dis mos die wat ons gister die vies hier gehad het en als. Wel, ek zou sê, dit het destijds begin toe, om Siening nog burgemeester was. Ik was eindelijk bezig met de orrelis. Verdoe me nie, ja. En weet jy, soos ek verstaan, was daar op die dorpsplein in Neem, sal ek nou sê, ja, ons historische gebouw, ja. Want hy is een baie gereelde man, al sê ek het nou self. En hy sit toen nog daar so, op sy gemak kan jy maar sê, toe kom om Siening daan. Koekie. Koekie. Koekie, wie is daar? En zo, nou weet ek eens even, wat maak jy nie dat jy wegkom? Ongeskik. Jy moet meer respect hê vir die ouderdom. Ek praat met jou my ambtelike hoedanigheid. Laat ek hoor, oom. Ek het besluit om een eeuw feest te hou. Koekie, is jy daar? Wat is een eeuw feest? Ons dorp is moos aankomstjaar 100 jaar oud. Dis nie die dorp wat 100 jaar oud is nie, omsiening. Dis hierdie gebouw, my opa het hom nog self gebouw. Kijk, bokant jou omsiening, man, daar staan het, 1851. Ek weet, ons het besluit om feest te vier. Hoeveel ons sal baie pond van oom? Ek het namens die gehele raad besluit. Gebeur het nie bietjie makkelijk? Koekie, wat praai jy dan nou? Ek weet, al die jaar besluit ek moos al namens die raad. Ek weet, dis toch hoe ons hier op wit gaat wortel draai werk. Ja, misschien is het tijd dat ons weer een slag praat oor die soort dan. Ek reken nam, ek hoort op daar in die saak gekend te word. Wat sy van die plek word, sy ek nie daar is om sy dooies te begrawe en sy emmers van te verzorre nie, he? Oom weet, ek is daar ook op die raad. Ek is officieel, Koekie. Ek is officieel, dis al. Vertel nou van die feeststory, oom. Wanneer stel ons een program op? Het program is klaar opgesteld, Koekie. Hier, hier. Kom op. Koekie, waar is my papier? Waar hy hoort. Koekie, waar is my papier? Waar hy hoort, oom, in die emmer. Dat is ons heilige kennis. En hier staat ek met my ketting en al. Wat is dit vandag met jou? Jy het net weer een pas niek gier in jou. Jy nog nat achter die oor is. As jy eerst my jaar het. As oom my vraag, is dit precies waar die hele gevoeter begin. Oor die dorp vastgevat word, hier is spul ou manne wat al lang al moes stoep gesit het in die aftreedtijd. Ek vond wat vir ons zou geworden, as ons oorgegeet en spul snotkoppe soos jy. Vir jou is niks uit die ou doos, maar is meer goed genoeg. Nou laat ons immers behoorlijk daaroor besluit. Op een raadsvergadering soos het woord. Is dat raadsvergadering? Jy weet so goed soos ek,
Dat bitse gaat wortel draaien in de stadsraad. Niet het ding is waar je soms zo laat vergaderen, zo bokken om een zeeplek niet. Als ik gebesluit het, dan is het Sela, dus ik kan... Maar niet hoor, hier die feest niet. Dat is te groot ding voor een man om oor te besluiten. Goeie emmer! Met wie praat je? Met oom Sening van Wijk. Hij zei dat zijn geest is. Ik denk, die feest van oom, zoals hij daar na emmer leidt, is een niks waard ding. Ik denk zeker, je kan een beter feest uitdenken als ik. Is dit wat het is? Dat is precies wat het is. Pomp, doe me die pomp. Ach, ik weet niet, zuster, dat ik ooit die ding onder die knie gaan krijgen. En doe me niet, weet moest van aan hoor, Ben. Ja, ik weet, zusterkie. Dan mag ik mij verootmoedigen om te zeggen, ik is gewoon daaraan om te winnen. Hier in genade natuurlijk, maar... Hier is mijn naam baie harde binnenkomen, dierie. Jan, Sebastian, wat? Ach, doe me niet, dat is als een kwestie van techniek. Ik meen, dat doe me niet, nou eerst mooi weet. Wanneer om waar te drukken, of die handen moet boven of onder. Of die voeten moet samentrappen. En wanneer om in te drukken, wanneer om uit te trekken. Hier stops. Nee, ik weet niet. Ik denk dat al die dingen wat de mens gelijk moet leren. Je hebt me gepraat van 48 voorspelen. Dat is recht, Dominique. En dan nog die variaties. En die 23-part inventions en zo aan. Maar het is net zo gezegd, het is alles techniek. Moet niet waarin niet doen, alles aan recht komt. Gelukkig denk ik nog niet in termen van techniek, nee. Voor mij is het de liefdestaat. Nou ja, dat is ons les voorbij. Kan ik nog mijn persoonlijke hoedanigheid maar zeggen. Cookie? Behaai de tijd dat ons gaan doen, meneer. Ach, meneer, mij dank als dominee, alsjeblieft. Dank aan mij als het evenaar. Dank aan mij als ik het nog zo mag formuleren als Ludovicus. Dan groet ik me tot maandag, dominee. Ai, zuster, is altijd zo haastig. Zo haastig. Nou ja, ieder woel hier om verandering, zo zei die schrift. Nee. Ik heb nog werk, dominee. Maar jouw centrale is toch al toe, zuster? Maar het is vrijdag. Vrijdag aan moet ik voor Koekje Emmer helpen met zijn staten. Wat zijn staten? Maar zijn werk, hoeveel rondes, hoeveel gelmper, mail, hoeveel emmers, al dat goed. Nee, ik denk daar wordt een beetje te veel van je gevergd, zuster Pie. Te veel. Ach nee, wat doen we niet? Ik denk ook maar aan als... Hoe doen we niet nou weer gezien? Liefdesdaadje. Hier nog nooit, mijn ambtstermijn van meer dan 40 jaar, heeft zoiets met mij gebeurd. Die man is een bedreiging voor ons samenleven. Ah, it's possible, Mr. Van Wijk, ik kan dit jou wegzien. Maar jij moet nou denken zoals ik denk, hè? Meest kan Quickie Emma niet zomaar uitsmijten. I mean, after all, die hygiënische voortbestaan van onze society makes him indispensable. Mr. Van Wijk, have a drink, it's on the house. Deze ware christen, typisch Levin. Oh, wij. Dat is true. Maar zoals ik altijd zei, in zwaar tijden moeten we samen staan, hè? Ah, ik zal lang krijgen. Ik zal met een reglement van orde bijkomen. Ik zal lang wees, mijn baas. En jullie doen. Laat je mij nou schrik. Ik dacht, je zal uit op je rondes. Weet je alles wat je moet doen? Hoe zal je toch nog ooit alles hebben wat je moet doen? Koekie, heb jij al mijn nieuwe bolspeld gezien? Ja. Dat is mooi. Lijkt ze je oor. Veel peanuts. En dat zit er bij je goed voor. Ik bedoel, het is lekker om ze maar niet zo aan te kouden. Zo jij reken daarom ik het mooi oe. Kom je altijd zo absent-minded? Huh? Kom je
altijd zo absent-minded? Ik ben absent-minded niet. Ik zeg maar, ze laat jou te veel werk. Is niet van die werk niet, man. Is van die worries. Ze wil ik zo baie dingen uit om te doen. Nou kom oom Sene ook nog met zijn feestteuris. Feest? Feest, ja, feest. Waar had je nou al ooit ge... Je weet, ik zei van, als jullie nou wel uw feest hou, laat ik veel wijzen om een programma op te stellen. Laat jij net in die raad bij elkaar komen. Voor wat, vraag? Zodat ik ons die feest kan bespreken, man, zeg ik van. Je weet, het is tijd dat jullie dorpen gaan groot danken. Cookie, zie jij wat ik zie? Ja, dus ach, kon je meest wijzen voor een vrouw zulke dingen. En denk jij niet, als ons gaat eeuw feest hou, dat die tijd is voor zoiets niet, hè? Hai, koeikie. Bedoel jij? Het is precies wat ik bedoel. Net vanavond gaan confronteer ik voor oom Sene van wij. Koeikie Rudenbach, ik zeg nou voor jou. Wit gaat worteldraaien staan op je drempel van grote dingen. Wacht, ik moet gaan. Call my name. Cookie Emma. Na je onbehoorlijkheid van vanmiddag. Nee, ik is bezig, oom. Kom ook geen stuk als kies, vrouw. Nou, van waar kom je nou hier op mij, drempel? Net om dit te oorhandig. Schriftelijke verzoek dat die raad bij ingeroep wordt. Is dit oor die feest is? Ja, dit is oor die feest. Want daar heeft mij een nieuwe lucht opgegaan, oom. Ik heb een toekomstblik gehad, om zinnen. Daar leven hier die dorp een tijd van groe dingen voor. Ik wil niks van je nieuwe wetsig hier, weet je. Hoi. Hey. Wil je zodanig met die raad bespreken? Roep ons bijeen. Nou openbaar ik mijn toekomstblik, mijn visioen. Een feest zoals wat wit gaat worden dat hij nog nooit gefeest heeft. Die programma is klaar opgetrek. Dat is mijn brief, oom. Of nooit maar mijn ultimatum, als hem wil. Joepie, mijn nummer 2 breinhalen nog niet aangekomen, jong. Maar nee, ik wacht, jij is verzag grijs, hij zal het zeker samen. Die ook al weer laat. Ach, je kent hem ons, hij is dus aan ons trip. Het gehoor, nee. Koeikie en omziening is maar weer aan elkaar. Ah, dat is ons oude lijf van de lichtuur. Ja. Wacht, ik heb het tijd verstaan, een gunne gaap niet. Ik moet die centrale gaan opmaken. Laat me maar weten dat hij breinhalen aankomt, hoor. Zie mij maandag, oom, ik is bezig. Koeikie. Ik kom met jou praten. Maandag? De stadsraad heeft besluit. Hoe weet ik daar niks van af? Ik het op hoe vlak moet al die leden samensprekendes gehouden. Consensus gekregen, besluit, vergadering met oorbodig. Ons blijft bij mijn programma. Damon, kom help me, pak me weer de emmers af. Maar, moet je niet vanavond eten? Van hier een oomblik af staak, hè. Het is onwetend! Municipale regulatie! Staak is de
is onwettig. Dan, pak af. Los niet één emmer op. Wat maak je nu? Ik blijf binnen die wet, hoor. Ik werk volgens die boek. Vandaag ga ik niet één emmer op een slagerij. Je moet nooit kaken, niet? Zal zeker niet. Gaat ook niet over tijd werken. Op Schiedam. Maar die stad waar een besluit. Dat is een besluit wat nog een groot stank gaat afgeven. Los, los, los! Excuus. Maar als meneer Kweekie zei, als het aflaai, dan laai ik af. Hij is mijn oorlog. De dreigelen staken en die locatie ook. Alles wat zo 100 jaar hiervoor gewerkt wordt bedreigd. Meneer, kan je nou gaan zitten? Hoe kom je? Meneer, kwijt je te laat naar gereden. Armaas, wat kan je niet doen, man? Ik ben daarvoor een drukje. Ja. Grijs, kom uit, man. O, is het dikker. Middag, Kweekie. Zij vrouw, maar van die oog als je kop het niet. Daar kom oproer hier die dorp. Jij hoort wat zij zei, Kweekie. Wanneer hij ons moet allemaal uitsterven van builenpest of iets. Builenpest, Kweekie. Wikus, dan skete. Hoeveel jaren ken jullie mij nu? Wikus, zij vrouw, ons ken hem van die als je neppies gelijk. En jouw neppies, hè? Dan het ik al ooit één dag, of één nacht, mijn plug versijn. Wikus. Zij voor hem, dus die wat ons niet weet wat gaat aan. Dit hangt niet van mij af, niet. Als het mijn zaak was, had ik vannacht nog hier die dorp schoon gemaakt. Maar voor wat doet je dit niet? Hier staat ik, leidende mens, met longen vol water. En een rug wat mij opkeilen. En die zinkers aan mijn tanden. En die jeugd aan mijn knieën. En ik heb geen plek om in vrede te gaan zitten. Alles is vol. Ik ga praten met hem zening van Wijk. Hij moet net die woord spreken, dan is alles recht. Dit is... Dat is tijd dat je op die stadsraad komt, dat jullie kan rechtelijk. Kom, dat was met zinning gaan praten. Je weet, broer, hier is een algemene noodtoestand hier achter die pastorie. Ja, bij mij is ook. De helft van die dorp zit al in die prakspreid. Ons kan natuurlijk die man onder... gemeentelijke tuchtplaats. Ja, dat is dan voor een revolutie. Jullie locatie staan achter. Als we dat niet klein gelovig worden, meneer Broek. Met ons nood. Met ons wanhoop. Zal ons wel eerder gezien doen, nee. Daar iemand kan ik nog uitroeien. Meneer, neem een Kweekie. Die zaak loopt nu naar punt toe. Ik is vreselijk blij, meneer. En je denkt je gaan vroeger of later reden verstaan. Ik laat je met mijn morst niet weg. Morgenochtend kondig ik een noodtoestand af. Je hebt vannacht nog kans. Wat ze kan? Om op de rem schoon te maken. Ik werk volgens die regulaties. Het is noodtoestand. Dan confisceer ik namens die raad jouw va en het belang van die dorpswelzijn.
namens die stadsraad. Die stadsraad weet daar niks van af, nie. Ik kom om te onderhandel, Kweekie. Gaan ons die feest bespreken of niet? Blijf waar je is. Hou je plek, rust. Broer, waar ga je staan doen? Broer, ik... Broers, zusters. In hierdie omstandighede van verskeurdheid hier in ons geledere is dit vir my vandag as u leraar hartverskeurend om te hier kom. Ek gee nie my wa af nie. Maar broer Emmer, niemand vra jou om jou wa af te gee nie. Ons kom nie in tweedrag nie, broer. Ons kom hier in liefde om hierdie tragiese breekwit. Wat van die fees? Ons is heeltemal gewillig om die feesprogram op nie deur 'n kommissie van ondersoek te laat ondersoek en wat is die commissie? En wie, as ek mag vra, is die commissie? Wel, ons geagte burgemeester hier. En jyself? En jou dienswillige dienaar? Is 2-1. Broer. Broer. Nou ja, dan wys ons maar, soos hulle sê, die donkerbek. Broer Emmer, verlaas trek ek nou die hand van vrede tot jou uit. Hier kom my geheime wapen op ons grijze lorrikie toe, meneer. Nou sit klaar met julle. Kom ons ek. Ja, meneer. Het wortel draai sy eeuw feest in hierdie boks omsien. Roep die raad by mekaar, dan maak ek hom oop. Nooit! Dominee, om my ontwil. Susterkie, as dit jou ernst is, ja. Kweekie, wat sê jy? As hulle hier voor allemaal beloof, om dadelijk die raad by mekaar te roep. Mens roep nie soms so die blote raad by mekaar en dat's voorgeskrewe reels en regulasies. Julle jongens van daar dink julle kan soms net kom maak en breek. 48 uur omsiening is al wat nodig is. Al 7 raadslede is teenwoordig. Dominee. Broer Sening. Roep die damraad oor morgenmiddag om 3 uur. Dankie, Vergadering. Maar broer, hulle het nie so kennis gegee nie, ek merk. Sy vervate ding die ding.
Hier, neem plek alsjeblieft. Het is een geheime raadzaak. Zoals allemaal weet, is het al lang al mee contentie en begeerte dat die raad weer moet ontmoet. Vooral in die lucht van onlangse ontwikkelingen. Maar zoiets geschiet niet zonder rijpe beraad. Rijpe beraad? En degelijke voorbereiding. Die raad is bijeen om tentatieve, voorstellen aan te hoor van die geachte lid Koot Emmer. Met die oog op relings wat getref staan te word voor die viering van die dorpse eeuwfeest, 100 jaar, binnen afzienbare toekomst. Zo groep verval zoals jullie mensen. Het is onder gewoon is om die vloer vrijdag van 40 jaar lang te was. Ik wil niet aanvaren, wees ook later kan doen. Goed, stel nu ons geachte lid meneer Koot Emmer aan die woord. Vrienden, ik is niet een man van baie woorden nie. Praat laat ik liever aan andere mensen oor om te praten. Ik wil niet zeggen, ik is baie lief voor jullie dorp voor ons. Dra sy belang op je hart. Anders zou ik niet nog vandaag hier praten. Want daar staan in ons dorp een groot ding voor die deur. Die wereld het baie verander. En een man moet bijblij die is daar. Anders is daar tickets. En wit gaat wortel draaien moet vandaag besluit of hij wil samen gaan. Vooruit gaan. Of achter. Nou, ek het hier een ding laat kom, wat als het ware ons fundamenten gaan toets. Hierdan. Als jullie wel nader staan. Daar zijn. Zo'n stoel is die dan, hè? Doe me dan de gaten. Jij stemmend, mens kan zien is een vakman wat praat. Nou, voor wat zullen mensen op zo'n ding wel opzetten? Dank een beetje, oom. Goed. Jij bedoelt toch? Ik bedoel toch, oom Siening. Dit is wat in het buitenland gebeurt. Terwijl ons hier... Je kan maar zeggen, blijf zit. Denk niet. Nooit meer op een donker aand oor een klip of een stomp struikel als je in de haas oor die werf moet stappen. Nooit meer die vrees vir muggies of perre bij je onder jou nie. Nooit meer die gevaar van een koue op jou blaker nie. Hij is skoon, hij is sindelijk, hij is modern en hij is binnen in jou huis. Bijdraam net vir wanneer aan nood is. Binnen je huis? Je zegt zo wel beter. Je rechtheid, oom. Rechtheid. Oh, leek me naar een breit idee, my boy. Nou, wat het dit met onze eeuwfeest te doen? Op die feest wij ons die stelsel in, oom. In die gebouw op die plein.
Het is die begin van een nieuwe toekomst. Oh. Maar ik verstaan nog niet. Hoe werk die ding juist? Makkelijk. Je zit zo. En hier langsaan in die muur is een rolletje met speciale papier. En als je klaar is, dan trek je hier die ketting. Die water vloeit met de pijp hier af. En spoel alles mooi schoon uit. Begin met de stoel met de gat in de middel waar gaan eindig. Alles wat voor ons mensen ooit goed en heilig was. Oom Sene, moet niet altijd onder toe kijken. Kijk een beetje op. Heel dom. Ze tijd zo gemorst met zo'n ding. Skaan je. Probeer hem net, oom Sene. Probeer het eens. Het is die tanden in oomse achterzak, man. Spar. Nee. Klaar, bidem. Klaar waarom hier? Jou, goed, hem. Jelle. Op. Hier. Vandaag. Oceaan is uit, hoor. Oceaan is uit. Ja. Zet het gewoon hier ongoed aan die sterk man ook ze. Maar kom. En nou, waar je dus geloofd hebt? Ik weet niet hoe Oceaan het bedanken. Nou zit dus onder burgemeester ons geslaap vanavond niet, ja. Varga, varga, die grootste papillon. Wat ik ons te armoes. Jij was altijd zenings uit je dank geweest. Nou dat hij niet meer met ons is, nie, moet jij zaken in jouw handen houden. Maar niet met mij, zeker niet. Ik zie die loppen uit mekaar uit. Jullie hebben niet voor koeitje bedwang houden, dat is al. En als jij maakt zoals ik gezegd het, zal jullie niet spijt wees. Nie. Mijn bieke zal voor jullie tot groot hulp wees. Hij verdient het. Niemand het hom nog ooit gereken. En als ik aan mijn graf leef. Ach, skete. Lang nadat ons allemaal onderkleed is, en jij nog hier rondloopt. Nee, ik voel dat om. Van die ding hier op die plein, is ik niet meer diezelfde mens. Einde is nou baie nabij. Is mijn rug, weet jy. Mijn hart. En die water op mijn longen. En dan is het zo hier in mijn benen. En die sinkels op in mijn tanden. En die holkol op mijn maag. Ach, dat is zoveel ik kan ergens noemen. Ga wonder om jouw skitten nu.
broer Hermans? Dat is nou toeval dat ik dominee raak loop. Ik was nou juist op pad pastorie toe. Ah, we staan niet zo denk zo'n toeval niet, broer. Ons aan de koffie. Dank je, dominee. Ik heb het leuk gedaan. Dat. Dag, Kevin. Ja. Broer, ik was niet eens op pad naar jou toe. Dat is wel broer zinnen. Het is voor broer Sinning wat ik naar Domen niet op pad was. Maar dan zijn ze daar eensgezind. Dat is wat het woord, broer. Eensgezindheid. Broederskap. Ja, daar is nou een vacature op de stadsraad. Precies. Je moet dan staan als elkaar, broer. En die moet gevuld worden. Dan is het zo gereeld. Hoe lijkt het wat zet vandaag weer voor jullie? Koffie voor mij, alsjeblieft. Weet wel. Dank je. Niet stikkertijd. Nee, dank je. Hoe gereel? Ik ben nou juist naar Dominie toegekomen om te horen of... Ja, nee, maar broer, nee, kijk, ik is helemaal gewillig. Nee. Ik is een mens een plugje roep dansen, ik een mens een berust afleggen. En Dominie, ik heb nou juist gedink. U hebt zoveel plichten met die zielen van ons gemeente, dat ons u niet nog kan belasten, met die lichamen ook niet. Maar wat bedoel je nou, broer? Geen die keizer wat om te komen. Precies zo, dominee. Laat nou die stadsraad in ons gewone mensen handen. Zodat u niet met die wereldheid besmet raakt. Nie. Wie heb jij nou een gedachte gehad, Hermans? Dominee, ik had zo gerekend. Ou Wikkersboegel was nog altijd de steunpilaar van ons gemeente geweest. Kijk eens nou niet hier hoor of daar hoor niet, maar vraag mijzelf nou naar die vraag af. Als een mens nou daar een mij bijdrage moet opwichten tegen broer Wiekes. Precies zo, dominee. Het is juist ons wat ik gezegd. Elke mens op zijn eigen plek. Maar waarom nou mensen zo Wiekes dit mee? Ik kan eens een vliegskade aan doen, niet? Dominee, het is nou net omdat hij mij alle jaren zo goed bijgestaan heeft. Maar die medicijnen. Als die pijn nou beginnen lol, is die weer opsteek. Doe niet weet moest van mij woont. Ja, ja, nee, 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 broer. Ik geef het maar vertellen. 192 duim, dominee, door van zijn leven mij prostaat uitgehaald het. Om en om en om het long gesnij. Ik weet die ding daar bij deze dominee om graag wou zien. Dank je, Kevin. Precies, ja. Alle jaren, ja, dominee. Toen ik zo gereken, ik als agerende burgemeester, voordat ik nou zelf aangezien word, heb toch zekerlijk die recht om iemand in nou zinningse plek te coöpteren. Is nou net uit erkentelijkheid, dominee. En ik geloof, ou Wiekes is net wat ons in die tijd nodig heeft. Ja, ja. Als die nou ik en Jopie vanmiddag hier is. Wiekes, wat is je aller antwoord? Een hermaas is zo skeerlijk, ik wonder me. Wiekes, sê vir die mense, dank, jy moet nie so gefrek daar sit nie. Is genoeg dat ons een dooie in die huis sit. Hy skiete, jy moet nie sulke dinge sê nie. Jy laat my skoon aardig voel. Maar het is so, Jopie, niemand geloof my nie. Maar ek is op my laaste. En dit maak my so blij dat my Wiekes nou ook die raad gehaal het. Sê jy dankie sê vir die mense, Wiekes? Allah? Dan van ganse harte bedank as dit so gewil is. Wiekes, maar waar kom jy dan? Hoe ek kan nou nie weet nie, ek sit dan daar by die centrale man. En jy moes al die gebellerij gehoor het vandag. Ek het eens kans gekry my haare te kam nie sê ek jou. En hy het aanvaar sê. Dus ik hulle ken het dat hulle om nie eens een kiese gegeen. Is Wiekes op die raad? Ja.
En hij gaat natuurlijk achter mijn man staan. En dan gaan we jou uitstem, Kweekie. Dat was alles verniet geweest. Denk jij echt om mij dier een klomp ou mannen laat uitoorlee? Je is klaar uitgeoorlee. Je is te op een bloed vir hulle, Kweekie. Moet sê, en nie gedink hulle gaan met so'n ding kom, nie. Weke sal nooit ooit vir 'n nuwe ding stem. Ach, Kweekie. My hart is so seer vir jou. As jy betekens dat lus voel om jou kop op iets sacht te laat rus, ek sê jou nooit in die steek laat, Kweekie. Dank je, Koekie. Jammer, je is niet op je stadsraad, nee. Koekie. Wat lief mij zei, Koekie. Ach, Koekie. Ik heb geklopt. Je deed van iemand? Ja, ik was toevallig net aan die buurt geweest. Voel je toch? Wat is het dan? Zo'n skille kotje. Want het was altijd gedoen. Het is maar net aangezet. En toen nou, zo'n skille. Wat is het dan toch, een pijpje? Maar ik zeg. Ik zei maar voor jou, die arme skete. Ze zagen jullie gegaan. Ze kwamen hier terug. En met zo'n mooi smile op haar gezicht. Met zo'n complice is de eerste man wat een skete rechtdag tevreden is. Hier is een zo'n freksel zoals ik is getrekt geweest. Je kan dat het nou moest gebeuren. Voor amper zo'n zonde. Dan, hoe weg is wat? Slijp je zo'n ziekjes hier in? Nee, kom maar net kijken of alles naar wensen gaan, Kweekie. Skeet het mij gevraagd toen ze nog geleefd heeft. Ik kon kijken dat zij zag liggen. En ook niet op die linkers zijn niet, dan drukt het op die hart. Is alles recht, Wiekes? Ik hoor, Wiekes is nou ook op je raad. Nee, het is zo, ik kan niet streng, je laat mij gecoöpereerd. Hé, maar dat is zwaar. En wat is zo zwaar, Wiekes? Ik is bang, ik maak een fout. Die hoge denkse manieren ken ik niet. Maar Armaans het gesê. Wat het hem Armaans gesê? Nee, niks danigs. Hij het net gesê ek moet vir hom stem, dat is alles recht. Ach nee, je gaan sekerlik nie vir die ou viervreter stem nie, Wiekes. Ek het nie, ek kies het nie. Hy het my gekoopereer om vir hom te stem, zeg hy. Dit is dit, of anders niks. En skeete het my so gedruk door al die jare oor die tip. En hier is ek bezig om dan skeete sy kisvaal gemakkelijk te maak. En oom die tjiek om vir my te kom sê, oom ga vir 'n ander man stem. Ah nee, hoe dan? Ek staan ook vir burgemeester, excuse. Maar ek kan nie vir jou stem nie, Kweekie. Ek het sulke onchristelike dinge van jou gehoor, daar die stoel afver. Oom beter vir my stem. Wie gee jullie recht om jou so te wip teenoor my, hè? Bogsnuiter, wat alles hier onder ons wil wegspoel. Nou, maar goed. Dan moet oom net bereid wees om my gevolge te dra. Wat de gevolge?
Kollegas, ek het twee waans hier op stap. Die lijkswa en die nachtwa. Nou moet oma self besluit op wat er een tanskete in haar laaste rustplek moet rij. Hey, nou kon jy kan dit nie doen nie, dis afpersterij. En is oma Armaanse story miskien nie afpers nie, he? Nee. Oma moet myself besluit. En dan is daar een story van die linkersy. Tanskete gaan nog by oom kom spook oor daai ding, ek sien dit kom. Stem oom morgen reg. Dan hou ons een mooie begrafenis oor morgen. Of so nie. Wat sal Skeete sê as hy hiervan moet weet? Ons sien mekaar by die raadsvergadering om wekers. Dus ten spijte van enige iets wat in die verlede gesê is, is daar geen rede om te dink dat dit sommer hoentoe se amp is die nie. Ons kan nie sommer enig iemand toelaat om ons voort te gaan nie. Daar is oorloge en geruchte van oorloge. En die Amerikaner saak is een gevaar. Dus vraag ik nou om voorstellen. Ek sal die voorstel maak, soos jy gesê het, ek moet om maak, Armaans. Maar ek het eers iets op die hart. Het oom Armaans vir oom gevra om voor te stel. Dan objekteer ek. Stel dit nie hof. Ek wil maar net sê. Daar is vandag mense wat my verdink, omdat ek is wat hy ding in die boks hier aangebring het in my lorry. Maar ek het nie geweet wat het is nie. Kooikie het my nooit gesê nie. En ek is jammer om dit vir een vriendje van my te sê. Hy was maar zeker voortvarend in sy jeug. Maar hy het my vir een baie lelike doel gemisbruik. En ek sal nie toesien dat ek saamwerk om onze borgers vir ons uit te grawe nie. Ek was my handen. Dank u. Maak je voorstel. Dan stel ik Armaans voor als burgemeester. Zo ja. Baby's. Wat? Is daar niet iets wat je graag wilt zijn? Nee, ik denk niet zo niet. Secondeer of zoiets. O ja. Ja, ik secondeer ja. Nou ja. Nou, dan lijkt het of het eenparig is. Oh. Eenparig en smarig. Ik propose voor Kweekie Emma. Jij zoekt moeilijkheid met die boeren Levin. En jij het niet als een secondant. Nou ja, dames en heren, nee. Dan wil ik... Ek sekreer. Jij het mij verkeerd verstaan, Wikus. Ik weet wat ik zei. Ek meen dit. Ek het vir jou gesê. Ja. Ek bedoel. Is dit waarom jy lid geworden het van die raad? Om alles om ons so uit te verkoop waarvoor ons staan? Terwille van my skete se ewige rus, ek skreeer vir Kooitjie. Ons sal mekaar weer sien, Pikusbo. Nou dan. Hier staan ek. En daar sit jy, Kooitjie. Ons twee kan nie stem nie, maar ons is voorgestel. Neem nou ons voorstellers en ons secondante weg, dan bly daar net een man oor om te stem. Jopie? Amans, ja, ek voel nogal sterk. Die ding oor die miliestronke en die skwerkies korantpapier. Kootjie, maar jy het gepraat van een nieuwerwetse rolletje pampier. Ja, dis reg. Stem nou, dammit. Nou, wat sou jy sê as jy wins op so'n rolie? Seker maar so'n penny of so. Ek sê. Wel, laai geval, ek het my nie. Al maas jaar, sit ek maar my stem op. Maar oom sal natuurlijk bokste en bokste en bokste van die goed kan verkoop. Oom sal grijse lorriekie sal week na week amper tot boog gelaai kan wees. Vooral in appelkoestijd. Stem, man. Stem. Lexie. Ja, nou kijk. In eigen geval stem ik
Goedje emmer. Zal zitten, zoals het wordt. Waarom waren we al die dag geweest? Ik zal zitten, zoals mijn pa en mijn opa gezet het. Je kan je gewoon nieuwe tricks leren. Het is een gewichtige zaak waar we ons vandaag moeten besluiten. Kijk eens uit, je. Ja, ik ook. Ik praat niet van die nieuwe stelsel alleen niet. Ik praat van ons nieuwe sportbeleid. Wat is sportbeleid? Ken ik je? Een jakskij? Nee, hoor nee. Groot dank is ons lezen. Wat er anders sport is af voor zo'n dag, als die sports van ons eigen mensen. Rugby. En niet net sport, nee. Dat is bijvoorbeeld door waardigheidsbekleers van die omliggende dorpen wat met boodschappen komen. En elke dorp in die omgeving stuur een schoonheidskoningin. En hier kroon ons dan die koningin van koningen. En die hoogtepunt is die historische monumentencommissie wat ons gebouw kom inzien met die inwijding van ons nieuwe spoelstelsel. Ja, ze hebben weer bezig met die spoelstories. Oom Armands, ek het mos die meerderheidsstem op die raad, of niet? Het ik? Ja. Nou ja, kom ons bespreek dan die Eeuwfeest rugbywedstrijd. Ek is daar tegen. Meneer Kok. Ja, broer, ik wonder wat ze onheilige besluiten daar weer vanmiddag in die raad zal uitgebroei. Ja. Koffie doen, nee? Oh, dank je, broer. Ja, wat weet hulle nou van besluiten? Hoe daar komen hulle nou? Hier ik weer recht in kroeg toe, ja? Emmer heel voor. Goeie. Als leider van de oppositie is ik gerechtig om te weten wat je plan is met die rugbyspelerij. Zoals je weet, het ons bespaarlijk genoeg mensen voor één span. Tegen wie denk je gaan ons oefenen? Alles gereden, maar man. Zo speelt in oefen tegen die span van oor kan die braak spreken. Die wat? Ons oefen tegen die span van oor kan die braak spreken. Dat is alles gereeld. Ons het wit trui en wit broeken. Ons is die witgatte van witgat worteldraai. En hulle speel in zwart. Hulle is die All Blacks, klaar gereel. Wel nou jou wrachtig. Roes. Ek het inlichting wat daarop deed dat daar vanmiddag iets verskriklik op die stadsraad sit en gebeur het. All Blacks. Hier is al lang kwade invloede en die insijpel in ons midden. Maar nou het die punt bereik waar ons blote voortbestaan op die spel is. Broers, ons was slapende, daarmee was moes gemaakt het. Goed, die emmer zal nooit in sy plan een slaag nie doen nie. Ek sal sy palen vir hom afsaag, nog voordat deze leentjes beginnen trek. Er is oneindig veel meer wat op die spel is als voetbal, broer. Wat dan nu, dominee? Broer Emmer. Is een communist. Hm.
Maar dominee heeft vanmiddag nog zo gezond gelijk. Is veel erger. Het is niet net dat hij een communist is, niet? Maar hij heeft ook daarin geslaagd om die hele stadsraad te omskippen in een frontorganisatie. Dat is niet mogelijk, nie. Broer, dit het klaar gebeurd. Als ik nou bij de stadsraad was, dan kon ik het ook verhoeden. Maar het is te laat. Zien, zo geslepen sluipelen in, hè? Zo graven we die grond onder ons uit, broers. En voordat ons weet waar ons is, is wat gaat worden draai. De voorstad van Moskou. Ons kan natuurlijk voor sabotage er aanklaar. Hoor, ben je daar beter? Wat hij daar in ons straat met zijn nachtwaard doen is niks minder dan sabotage. Ja, maar geestelijke sabotage is nog veel erger dan dit, broer. Dat krijg je niet makkelijk uitgeroeid, nie. Nee, ons zal meer positief te werk gaan. Maar kijk hier. Kaal meisjes. Half kaalis. Drie kwart kaalis. Een gestieve, zede ondermijnende lectuur wat ik door de jaren uit zekere tijdschriften verwijder heb. Dat is waar ik begin, broers. Pornografie. Doe we niet eens met daar goed gillen, dat ik het ook net nagaan. Dat is zo maak, broer. Wat gaat wortel draaien is die laatste bastion van die beste broers. Als ons val. Niemand ons kan ooit die raad niet gooien. Zijn nachtwaar afvat. En zijn lijkwaar is dat dan moet. Helaas, 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 o helaas, broer. Zo makkelijk raken we niet van die kwade ontslaan. Onthoud, het is bij hele tijd niet meer net, broer, emmer niet. Maar daar is baie, baie ander wat besmet is in ons midden. Nee. Die enigste is... actiecomité. Nou zal dominee moeten uitleggen. Een actiecomité, broer, is een comité van actie. Hoe krijgen we dit alles recht? Broer, als we nou overgaan tot die stichting van die comité van actie tegen communisme. Ons kies voor onze voorzitter, ondervoorzitter, secretaris penningmeester. En als dit afhandel is... Dat kan ons voorgaan tot de opstel van een manifest. Manifest. Zuiverheid van taal is ons streven. Tegen die kwaad zal ons strijd. Recht zal geskiet. Ons zal oorwin. Nimmer zal ons faal nie. Tot die oorwinning zal ons voortvecht.
Als dominee wil gaan communiste jag, dan moet hy maar gaan. Ek hoor die jag is oop. Goedie, maar ek hoor dominee sê, jy is een communist. Lyk ek vir oom na een communist? Nee, maar... Julle my vraag, het dominee hierdie hele ding uitgedink oor hy bang is vir my wegspoelstelsel. Al die jare het ons deur gesit op grynhout. Nou bring ek vir julle sagte. Al die jare het julle gesukkel met stukkies koerantpapier. Nou bring ek vir julle iets sags. Al die jare het julle in julle intiemste oomblikke tussen vliee en perebye gesit. Nou bring ek vir julle rus en stilte. En julle weet, op 'n somersdag is daar daar lank nie wind gewaai het nie. Mens kan dit nie uithou nie. Met hierdie nuwe ding spoel alles weg, jy het geen beslommernis. Laat dit maar aan my oor, broer. Wegs, broer, en maar agterkom. Want hierdie komitee van aksie ten communisme, maar sommer net vir spek en boontjes daar is nie, ne? En daar gaan dit oor tot aksie. Broer Emmer, kom uit! Broer Emmer, kom uit! Jy kan maar sachter praat, dominee, ek is nie Lazarus. Is dit waar dat jy die mense teen die kerk oprui? Nee. En dan sal jy dit nog herken ook, ne? Maar vandag het jy te ver gegaan, broer. Na die jaren het ek het verduur, maar ek sê vir jou vandag dat ek het uitpraat. Anders sal ek met jou ziel verzondig. Ek is nog lang nie te ver gegaan, nie, dominee. Ek het nou maar net begin. Ja, en jou begin leid jou volleinding, broer. Jy het oortree waar jy nie durf oortree nie, verslaan jy? En uit liefde het ek het nog vergeven, soos ek baie dinge uit liefde vergeven het, ja. Tot 70x7 sê ek vir jou. Maar vandag sê ek vir jou, is dit die 71ste maal, hè? En vandag plaas ek jou onder censuur. En vandag spreek ek die bandvloek onder jou uit. En vandag bly jy uit my kerk, verstaan jy? Denk jy nie, dis tyd dat jy jou uit die politiek uithou nie, dominee? Net nou stamp jy jou kop. Op witgatwortel draai gedoog ons nie sikke goed nie. Maar broer, en as dit man, wij werd nu swyne voor een perl. Ja, hey. Ja, blij waar je hoort je. Blij het mee kerk uit. Jo. Kom in eens. Des hij dominee, des. Heb je gehoord? Dominee heeft haar kooitje in de kerk uit gesmuit. Ik hoor niet. Ja, maar man, hij gaat aan met zijn spoeler. Hij heeft binnen die hele wereld al omgedolven. Ik wil juist op kijk wat gaan aan. Nou toe, ik zal hier oog hebben. Bye, dankie. Morgen, kooitje. Morgen, kooitje. Kijk, jij dan zo bekommerd vandaag. Iedereen zijn hand is tegen me. Censuren is moeilijk, dan. Je weet, ik mag nu geen voet eerst meer in die kerk zitten. Niet eerst als ik bij Jozef ook om oorlezer vat. Maar jong, als jij ook een voet meer in die kerk mag zitten, betekent dat nou ook dat... Hoe zal ik nou zeggen? Ik meen, zeg nou, jij besluit de dag om te trouwen of zo? Dat kan niet. Dat is uit, ik zei je maar. Ai, koeitje. Het is vreselijk. Is voor jou peanuts. Dan heb ik even petoers gekoemd. Bye, hoor. Bye. Morgen, koentje. Morgen, Jopie. Grondkoentje voor. Nee, dank u. Ik sta uit voor zulke goed. Zeg mij. Hoe met ons alle jaren zo min of meer boek gehou van die staatsraadse dingen? Ja, maar jij gaat mij moet niks uitvangen. Jij ken oom ons al baie lang. Ik wil net graag zo'n beetje door die boeken kijken. Om te... Niet zoiets wat ik wil opchecken. Als u mij kan helpen. Hij is bezig. Voor altijd begin die voorbereidingsdienst. Kom praat. Sorry, ja, om mooi te praten. Kerkraad staan bij mij. Wie komt mooi praat? Is dominee wat begin het en ik ga nou aan. Ik heb ook nog genoeg gehad. Broer? Alleen op rechte berouw kan reed op opheffing van een censuur. Hè? En hierdie lijkt niet van mij naar op rechte berouw wat jij. Dit is niet. Die zaak staat zo. Ik heb nou een beetje tijd gehad om in het dorpsraadse boeken zo'n beetje deur te kijken. En ik gewaar dat dominee in al die jaren nog geen municipale belasting betaald heeft.
Ja, maar als er duidelijke verstandhouding tussen ek en broer Sienning oor hierdie saak. Ek is al jare op die staatsraad en ek weet nie van so'n ooreenkomst. Dominee weerhou van die keizer wat die keizer toekom. En wat erger is, dominee is bezig om jou mannen teen my in die raad op te ruk. Dit is sabotasie en samenswering. En daarvoor kan een man deze dag 180 dae sit. Wat bedoel jy precies? Ek bedoel precies wat ek sê, dominee. Maar, ek is een redelike man. Ek sal nie dominee laat opsluit. Hoorie, ek het nie tyd vir bochteren nie, hè? Ek moet loop. Ek het met die municipale politie gereeld dat dominee van hierdie oomblik af onder huisarrest is. Is jy van jou verstand af? Nee. Ek is mos nou die owerheid op hierdie dorp. En ek moet naar die algemene welsijn van my mense omsien. Ag, doem. Kom sit. Kom sit, doem. Sit. Doem, dit maak vir my net so seer soos vir jou. Maar, hier is die relings wat ek getref het. Van vandag af mag dominee LSP vanweë dooie weerd nie tussen 6:00 middag en 8:00 morgens een voet by die pastorie uitsit nie. En boegenoemde dominee mag geen sociale bijeenkomste bijwoon nie. Nou, sociale bijeenkomste is wanneer dominee met meer as een persoon... Maar broer, ek kan nie met hier. Ek is nie klaar nie, dominee. Met geluiste persoene mag dominee glad nie in contact kom nie. Die volgende persoene is geluist. Sagreis, Nootskoot, Armaans Droofontein, Sening van Wyk. Ah, broer, jy... Voorts word die komitee van aksie teen communisme tot een verbode organisatie verklaar. Dis naast van by al. Ek heb gezegd. Jy sien. Dis wat gebeur as die communiste oorneem, hè? Wat van die rule of law? Met my kan doen nie natuurlijk altyd kom praat as doen nie. Wie wil met jou gaan praat? Mens weet nooit. Ek gedink, miskien voel doem nie dat ek enig lus om my sensuur op te hef. Dit sal die dag wees. Maar wat word van my aanbieds? Daar is baie ouderlinge wat kan waarneem. Net sy verdiende loona wat hy met kooitje aangevang het. Buitendien, sy preke was die afgelopen tyd nie skool en sauspoontjies. Pure wind. Nee, oor die communisme. Maar as een mens nou dies daar communis, net wil hy nou verkies om oor een plasie water te gaan sit, aan pleks van bokant de emmer. En wat is nou sodanig verkeerd, meneer Emmer? Hoe kan jy een man soos ek ooit skryf aan sy emmer? Ja, maar wat gaan van ons vies word? Dis wat ek wil weet. Dis dan 19 emmers vir laaste vrijdag. Dis het allemaal nie wis of daar van die ouwe is by. Ach, van die ouwe is nogal rijk. En het jy al die gemiddelde gewigte uitgewerkt? Alles is klaar, kijk hier. Dit hou nog goed. Maar soos die vrugte rijp word, gaan ze weer begin bars. Wie koffie? Asseblief, ja. Het is ook meer lang voor die eind van die jaar nie. En ek begin wonder of ons ooit by feeshouwerij gaan uitkom as het so aangaan. Hier sit ons nou skaakmat, albei van ons. Kooikie, wil jy nie maar die minste wees gaan as kies van? Ach, denk jy dit sal verskil aan ommaak? Ek weet mis is om Sening van Wyk moet achter die ring sit. Hy kan om sy kop oor en sy woedige bedank het. Hy wil sy pos terug hê, dis wat. Gilles aan die rus voor ek daar nie jong is. Kooitie, is jy seker as niks wat ek kan doen om te help nie? Regtig waar niks. Ach nee, dominee, waar is die aandacht dan vandag? Sister Kees, ek maar net wis. Jy weet,
Ons leven is zeker donker tegen vandaag. Ja, waar is de smart wat zoals mijn smart zo groot is? Als ik maar niet leniging voor jullie eenzaamheid kan krijgen, mijn zuster. Ik praat nou over die orrel, doe me niet. Je weet in jullie vloerplanken wat zo kraak in de nacht. Is er niks wat ik kan doen om te helpen? Kom, ik ook zuster, ik kan zo bij zo bij. Ik bedoel nou om bij die dode punt voorbij te komen, doe me niet. Ja, ja, dat is wat ik ook bedoel. Die dode punt moet Kooikie immer doen, me niet. Die hele feest hangt al in die weegskaal. Laat hem hangen. Je weet, die man is een vreselijke mens. En het gaan ons dorp jaren neem voordat hij weer sy rust herwin het. Dan doen we niet, als ons allemaal weer een slag behoorlijk saam feestfeest, zal het baie helpen. Maar sê jy vir my, hoe vieren mense feest met Beelzebul in jou midde? Ons sal maar zeker moed leren om elkaar oor en weer te vergeven, doen we niet. Anders weet ik niet. Weet, zusterpie. Nou, wat laatst nog gaat u op mijn dak. Dat was dit het teken. Hier, ik denk, dat is wat ons nodig heeft. Teken van boven. Weet niet zo ze. Zo weerlig straal in hierloop. Goedemorgen. 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 Je hebt geen mobiel? Nee, dank je. Ja, er is niet zoveel mensen als andere jaren. Die geest lijkt me ook niet recht, niet. Zeg maar die weer om je op. Alles loopt verkeerd voor jaar. Als je mensen zit, wacht op elkaar dat iets moet gebeuren. Dat goedje, jij is ons nog burgemeester. Kan jij niet het ding laat gebeuren? Het is een groter ding als het eigenlijk met mijn spoelwaterkies kan doen. Maar één ding is zeker. Als er een gaap om komt, dan gaat ik hem vat. Hola, baby's. Goedemorgen. Kan ik even aanbod krijgen, alsjeblieft, dames en heren? Kors, verkoop eerst die donkies. Wie geeft mij aanbod voor die donkies, alsjeblieft? Shilling. Zagreis, één shilling, dat is die aanbod, die zagreis. Dat is een blimming belediging. Denk aan die donkies geschiedenis, over de 2000 jaar loopt die ding over die gezag van die aarde. Denk zijn edele herkomst. Je komt met mijn shilling aan. Kom, kan ik ordentelijk aanbod krijgen. 5 shillings? 5 shillings, zeg ik. 5 shillings, 5 shillings, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 6 en 6 pence, 6 en 6 pence, 6 en 6 pence, 6 en 6 pence. 9 shillings. 9 shillings, zeg ik. 9, 9, 9, 9, 9. Nog iemand. 12 en 6 pence, 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 12 en
Derde maal, hoeveel van die donkies wil jij? Recht, dames en heren. Nu die vier vols. Kan ik een aanbod krijgen, alsjeblieft, dames en heren? Vols verkoop je eerst die paar vols uit orders. Al vier kan ik krijgen, dezelfde tijdje. Arme kerel, is je van boer geslaagd wordt. Ach, op je mond, Kwietje. Breek zijn mond door, dat ik aan water en krijg. Arme kerel, is je weer bij ons, Kwietje? Is je daarom voor ons gespaard gebleven? Kom. Zeker die dankse backwash het mij getreffen. Ja, help hem opknappen. Wat van die volstrijs? Ja, ik kom recht, ik kom recht. Ik ga niet helpen, volstrijs. Ja, tjoe, kom jongen, zal hem helpen. Ik mag komen te zien die kerk staan morgen verdomme niet op als hij weer wil preken. Ja. Dat was een teken geweest. Een luchtstraal.
het zoiets verneem. Ik denk is het tijd dat ons verschillen beginnen bijbrengen. Samenwerken voor die feest wat komt. Het besluit om Dominie's inperking op te heffen. Dan moet ik natuurlijk weer een ruil voor jou. Ik verwacht niks in ruil, nie, Dominie. Als u mij onder sincere wil hou, goed. Maar ik laat voor u los. Voordat er iets ergers in ons gemeenschap gebeurt. Niemand anders zou ook getreden worden. Ik word kwaad van al die omliggende burgemeesters dat ze allemaal baie belangstel en ons feest wat komt. Hulle reël allemaal schoonheidscompetities en dan gaan al hulle mooiste meisjes naar ons dorp gestuurd. Mevrouw, nou is daar niks meer wat ons terughou nie, vrienden. En ik wil maar net zeggen, als ons dan volgende week ons se feest hou, dan gaan het een ware feest wees. Maar net nie met die skoolery. Vrienden, laat ons niet weer voor beginnen, alsjeblieft. Met al je oponthoud, het is al klaar net een sitplek in die gebouw geïnstalleerd kon kry. Kom eens proberen om in liefde en in vrede te sit. Jij praat van liefde en vrede. Al wat ik wil vragen is, hoe gaan daar die ding van jou werken in die droogte zoals die water het nie? Precies. Ons tankies verrinne weer. Wil jij nou die bietjie water wat ons opgespaard het voor jou gespoelerij gebruik? Maar dat was nou twak wat je daar praat, Armaas. Wat zei jij daar? Ik heb twak gezegd. Die vier AK. Wist niet wat je gezegd hebt, niet? Ik laat niet van mij beledigen, niet, verstaan je? Voor jou procedeer ik. Oom Armaans, procedeer voor om naar spoel ek voor oom weg, laat daar niks van oom oor blij. Hij heeft niet gezegd twak, niet? Ik heb gezegd twak. Orde. Dat hij terugtrekt wat hij gezegd. Goed. Ik trek je woord terug wat ik gezegd. Maar ik vervang hem met iemand wat ik niet gezegd. Excuus toch. Kom Joppie. Het is een ding daar, ik kookie. Naar water. Ik meen, jullie weten toch allemaal, is zo droog hier rond, dat die boerenskaas kan kopen water op. Dat is hij. Nou ja, dat had ik maar net gedink. Als het net één boer gaat, voor ons eigen gebruik, zal er nou genoeg water wees voor die stelsel. Ik dacht om Joppie is een van mijn mannen. Nee, maar ik vraag maar net. Ja, ik heb lang daan gedink, oom. Ons gaan natuurlijk boer voor water. Die dorp kan lang al doen met een nieuwe gat. Sommige, een reeks nieuwe gatten. Maar tot tijd en wijl ons genoeg water het, zoals maar net die een nou sitplek in die gebouw. In die gebouw behou. Broer Emmer. Mag ik ook alsjeblieft net de vorige keer inkry? Zeker doen. Broers en zusters. Ik wil net graag zeggen dat dat ik ook handen vier voeten achter hier een nieuwe spoelstelsel staan. Het is baie geriefelijker. En dat is al wat ik wil zeggen, broers en zusters. Hoor, hoor. Daarmee is die vergadering klaar. Laat
Drink je alweer? Nee, dat is toch maar niet die kwassies water. Jij kent me allemaal Polion's geperren doen, hè? Ja, niet. Wil je nog graag voor die vis gaan zingen? Ja, niet. Ja, goed, dan maken we zo, hè. Jullie stappen allemaal achter mij aan in de rij. En we kappen aan. 1, 2, 3, 4. Polion's geperren doen. Polion's geperren doen. Polion's geperren doen. Hey, Cookie, I do not have a head for heights, huh? Maar, Pippi, ik hou vast in leer. Ach, aan die bal, meneer. Zeg maar, daar heb ik een brand meer. Nee, weet ik eens bitter eenzaam. Het is alles zo door elkaar. Kan ik maar loren voor de museum naar die vies? Ach, ik zal mij best proberen, mijn koeksister, maar wil je niet maar hier die schoonheidswedstrijd staan? Je weet, dat is toch zo ijdel voor een pastorie, moeder. Maar ze moest daarmee zijn week al klaar in die pastorie, zie doen me niet. Ja, maar je weet het zo nabij. Die vloerplanken die kraken zo.
Vrienden. Vrienden, kom ik hier nader, alsjeblieft. Hoi daar, kom ik hier nader. Vrienden, lieve vrienden. Voordat ik ons geachte eregasten, die burgemeesters, aan die woord stel, wil ik een baie goeie en geliefde vriend vraag om die wegspoelstelsel in die gebouw te openen. Zal vriend Zening van Wijk naar voren komen, alsjeblieft? Alsjeblieft, om Zening. Na wat oom alles voor je dorp gedoen het, die afgelopen half eeuw, denk ik dat die eer oom toe kom om die verrichtingen te openen. Denk je dat elke man het weggespoeld? Onmogelijk om Joppie. Oom Zening. Oom Zening. Zening. Oom het net oom sy gulpsknoop aan oom sy onderbaadjie knoopsgate loop staan vastmaak. Dat is nou voor mij een groot plezier. Ons kan het zien, ons kan het zien. Om voor jou te zeggen, dat die winner van die competitie vandaag, als het ware, die suikerbloem onder die Proteas, die koningin onder die koningin, was eie koekie ruitenpas. Het is nou mijn plezier om zijn woordgeerde, onze burgemeester, Koekie Emmer te vragen om voor Koekie te komen kroon. Kom Koekie. Oh.
staan jij dan alweer zo alleen in kant? Je ken mij moest maar zo. Ik zo gemaakt. Ja, hoeveel jullie vakantie en zo niet. Maar is dan jouw groot aand van aand? Ja, ik weet. Je weet niet. Power beklem is eindelijk. Wind. Om het maar zo te stel. Nu krijgen ze ook niet water voor ons, voor mijn stelsel. Als al zeven droog gaat. Die peanuts wil. Ja, dank je, Gimma. Ik heb nog nooit in jouw wagen gereden. Ja, maar klim. Oeh, is man goed dik. Ik weet nog niet mooi hoe het te zijn. Kijk, in mijn leven is het maar net ik en mijn emmers. En als die spoelstelsel nu komt, dan is die ook voor mij af. Ik heb nog niet zo aan gedacht, nee. Ik ga maar alleen erg wees. Vraag jij mij nou met jou te trouwen? Ja, ik wil je niet afronteren, nee. Die maatje heeft mij bevraagd, maar je gauw vraag. Anders moet ik morgen verdoemen niet zijn antwoord geven. Ik ook niet, maar hoe kan je... Maar ik zei het, mos. Het antwoord is nee. Ik meen nou... Nee. Ik zal niet omgaan met jou te trouwen. Nee. We schreeuwen daar bij die boermachine iets. Kan je uitmaken wat hulle sê? Ja, kan wel. Het hulle water gekry? Kom kry. Nee, my koekie. Nie water nie. Wat kry? Is olie wat hulle gekry. Olie.